Ook favoriet Fabian Cancellara controleert nog een laatste keer zijn fiets. Alles draait om hem op dit WK tijdrijden. De Belgen spelen maar een bijrol. Dominic Cornu eindigt op de 14e plaats. Sébastien Rosselaer wordt 38e. Hij mag Cancellara wel van dichtbij bewonderen. Cancellara gaat hem voorbij. Rosselaer is nogthans 4 minuten eerder vertrokken. Zelfs de sterke tijdrijders worden gedegradeerd tot figuranten. De Brit Wiggins, die uitzicht heeft op het brons, krijgt ook nog eens materiaalpech en kan een goede uitslag vergeten. Het brons is uiteindelijk voor de Duitser Tony Martin. Het zilver voor de Zweed Gustav Larsson. De uitputting bij Martin en Larsson staat in contrast met de finish van Cancellara. Hij moet niet eens tot het uiterste gaan. Dit is een historische tijdrit. Ja. Zo rustig uitbollen hebben we een wereldkampioen tijdrijder nog nooit zien doen. Ongelooflijk. Winning in the Switzerland, the world champion title in time trial, as a favorite, and everybody was talking. I mean, it's a different emotion and it's a different level to put in this in my palmarès. But for sure, it's gonna be with the Olympics the highest what I won. That's for sure.